iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke muts haken en hij is natuurlijk nog niet af en je ziet hier ook een boordsteek. Maar hartelijk bedankt voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren. Patronen kan je bestellen via mailadres iedereenkanhaken@hotmail.com. En ja, we gaan vandaag deze leuke happy muts maken. En die happy muts, ja, die is gehaakt. Gewoon eigenlijk lijkt het alsof het gebreid is. Kijk. Het is wel met haaknaald nummer 7. Dus ja, het is een opschieter. Het is in de achterste lus insteken. Ja, dit wordt dan een muts. Hè. Dan is, even kijken hoor, dit is de bovenkant. Maar iedere keer dit stukje ga ik uitleggen. Ik ga de steek uitleggen. Ja, zo duidelijk mogelijk. En dan ga ik dadelijk even vertellen welke bol dat je nodig hebt. Dus, dit wordt de happy muts van Iedereen kan haken. Ja, haak lekker mee. Ik zou zeggen, de filmpjes mogen gedeeld worden. En onder de video staat ook nog welke haaknaald en welke wol dat je nodig hebt. Maar dat ga ik nu allemaal uitleggen. En dan zie ik je dadelijk terug. Tot dadelijk! Je hebt nodig voor de happy mut, happy hat te maken, wol natuurlijk. Ik heb toevallig de Gigantic cake gekocht, maar deze is gewoon natuurlijk, dit is natuurlijk veel te veel voor een muts. Maar ik dacht, dan kan ik er nog een keer een das en zo bij haken. Het is 100% polyester en hier zit 970 meter op. Die heb je dus niet nodig. Je kan hem haken, deze wol, op haaknaald nummer 7. En je kan hem ook wassen op 30 graden. Dus nou ja, welke wol dat je ook wil gebruiken, dat maakt niet uit. Ik heb zelf nodig voor deze happy muts, happy hat, hoe je het ook noemen wil, heb ik nodig gehad een pen. Want ik heb natuurlijk wel het patroon uitgeschreven. Je kan meeschrijven, je kan het patroon bestellen, wat je wil. Je hebt in ieder geval nodig dan een pen, een schaartje, een stopnaaldje voor je draad weg te werken, een centimeter, want deze muts wordt niet van boven naar onder of van onder naar boven gehaakt, maar we gaan gewoon eigenlijk de omtrek van je hoofd haken. Dus eigenlijk, ja, ik laat het dadelijk zien, maar in ieder geval een schaar, een stopnaald, een steekmarker. Dat is ook wel handig, omdat je aan de bovenkant van de muts ga je minderen en dan haak je eigenlijk op een bepaald punt een paar steken of één steek samen. En ik heb gebruikt haaknaald nummer 7 en je moet gewoon even kijken de afmetingen van de muts, hoe je ver je komt met je losse ketting, dus hoeveel centimeter. Maar ik heb deze wol gebruikt en die ik net heb gezegd, de Gigantic cake, met haaknaald nummer 7. Maar heb je bijvoorbeeld de Royal, daar kun je ook een muts mee maken, dan pak je haaknaald nummer 6. Nou, dan gaan we beginnen met de losse ketting. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik heb even de muts zo gelegd zoals hij gehaakt wordt. Dus hij wordt van boven naar onder gehaakt. Dus dit is de boord bij je, zeg maar bij je ogen. En dit is bij je kruin. En hij valt misschien iets langer. Dus deze toer, die ga je iedere keer maken. Dus je begint hier aan de rechtse kant met een losse ketting. En omdat hij nou een beetje krom trekt, lijkt het, maar dat komt omdat je aan deze kant ga je minderen. En dat is gewoon één steek minder hoor, dat is gewoon in één slag is dat gebeurd. En dan zie je op dit puntje, ik hoop dat je het een beetje zo beter kan zien, zie je? Op een gegeven moment met één toer, maar dat wordt dadelijk allemaal netjes uitgelegd, ga je niet tot het eind haken, maar keer je weer je werk en dan ga je de volgende keer, zeg maar,
dit weer zo, dit stukje, dit haakje met één, eigenlijk één steek haak je dit weer samen en dan ga je weer de bovenste boord haken. Dus je haakt hem eigenlijk gewoon van rechts naar links, van rechts naar links. En het zijn ja, het zijn verschillende toeren, lijkt het wel, maar het is eigenlijk maar een paar toeren soort breisteek en een toer kruisjes. Dus dan sla je één steek over en dan ga je achterlangs die steek weer oppakken. En dit zijn stokjes. En je laat er een lange draad aan in het begin, zodat je daarmee straks je muts in elkaar kan zetten. En nu kunnen we dus beginnen met de losse ketting. Tot zo! Nog even de afmetingen van de muts. Ik kom op 17 inch lengte die je dus moet haken. En dat is ongeveer 44 centimeter. Dus ik zou zeggen, deze afmeting die meet je eerst om je hoofd, of je doet eventjes de muts op je hoofd. En deze, de hoogte van de muts is bij mij 28 centimeter hoog. En 28 centimeter is, even nakijken, 11 inch. Dus dit zijn de afmetingen van de muts en dan naai of haak je de muts aan elkaar. Maar we beginnen nu dus echt aan de losse ketting. Tot zo! We beginnen de Happy Muts Happy Head met een opzetlus en je moet dus een hele lange draad houden, zodat je straks je muts lekker in elkaar kan zetten. Dus je neemt ongeveer, ik zal even centimeter pakken, toch wel 50 centimeter, die hou je aan en als je 50 centimeter hebt, dan ga je je opzetlus maken. En de steek die is deelbaar door 2, dus je zet 38 lossen plus 1 op, dus in totaal 39 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan zie ik je bij 39 lossen, daar zie ik je weer terug. Dus deelbaar door 2, dus is 38 en 1 lossen om de beginsteek te haken. Tot zo! Als je je losse ketting klaar hebt, dan gaan we omslaan en we steken niet in deze in, maar in die tweede. Daar steken we in. En we halen de draad op en we gaan die steek ook weer meteen door die twee lussen halen. Dus omslaan, insteken, doorhalen, door 2. En dat ga je zo de hele toer, ga je ze afmaken. We zijn op het einde van de eerste toer. En dit is de laatste steek en dan heb je zo 38 steken gehaakt. En dan gaan we nu naar toer 2. Een losse en we keren het werk. En dan gaan we weer omslaan en dan gaan we in deze steek, deze, dit eerste steekje, tenminste niet deze waar de haaknaald uitkomt, maar die tweede, daar steken we weer in
en we halen door 2 lussen. Nu gaat het even bij mij lastiger omslaan. We steken in de achterste lus iedere keer in. Ik weet niet of ik het net al gezegd had, maar de achterste lus, want dan krijg je ook het mooie, ja, alsof het gebreid is. Dus je steekt in, je haalt om door 2 lussen. Dus eerst je slaat om, insteken, je haalt om en dan ga je meteen door 2 lussen. Het is even wennen hoor, die steek. Want soms dan heb je hem in één keer te pakken, zie je, en nu krijg je ook echt dit resultaat, dat je echt het gebreid, net alsof het gebreid is, omdat die lusjes zo mooi naar boven komen. Nou, dit is, wordt toer 2 en die gaan we even afmaken en dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de tweede toer. En we gaan nu de laatste steek maken. En ik zie dat ik er nog een moet maken. En dan gaan we naar toer 3 met 1 losse. Dus je keert iedere keer het werk met 1 losse. We beginnen aan toer 3, omslaan en niet in deze maar in die tweede, dus niet in deze waar de haaknaald in zit, maar in deze steek achterste lus. Daar gaan we weer maar deze ja, soort vast te maken, deze steek, en dat doen we 7 keer. Dus dit is 1, dit is 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan we nu stokjes maken en dan gaan we eerst 1 steek overslaan. Dus we hebben nu 7, zeg maar dat dit vaste zijn. Ja, het is een beetje een andere manier met die overslag, maar goed, deze 7 steken hebben we nu gedaan. En dan gaan we deze eerste, die gaan we overslaan en dan gaan we in de tweede, maar dan pakken we wel allebei de lussen en dan wordt het een stokje. Dus je slaat 1 steek over en je gaat daarna 1 stokje maken. Dan ga je een stokje maken in die overgeslagen steek, maar die pak je aan de achterkant. Dus je steekt achterin in die steek die je overgeslagen hebt. Het is even oefenen, maar het kan wel. Dus dat wordt een stokje. Zo. En dan krijg je die mooie kruisjes die je hier zo ziet. Die zie je een beetje op het eind van het beeld, zie je die kruisjes, en die ga je zo 11 keer maken. Dus je slaat 1 steek over en in die volgende, in allebei de lussen, daar steek je een stokje. Dus goed opletten dat je een steek overslaat, een stokje. En achterin steken en je haalt de andere op. Andere draad, of de draad haal je op. Zie je? En dit doe je 11 keer, dat je 11 kruisjes hebt. En dan zie ik je dadelijk weer terug op het einde van toer 3. Tot zo! Als je 10 van die kruisjes hebt gehaakt, dan gaan we nu een half stokje haken en dan sla je weer 1 steek over en weer in 2 lussen en dan een half stokje, dus door 3 lussen heen. En dan ga je nu weer achterlangs
ook weer een half stokje maken in die overgebleven steek. Zo. Dus zeg maar, dit is je 12e kruisje, maar dit is dan een half stokje. Dan gaan we nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hou je hier over en het eind, de eindsteek. Dus ik heb nu 1, 2, 5, 6 en de eindsteek. Dus 7 steken heb ik nog over. Nu gaan we nog 2 vaste maken. Dus omslaan en dan weer in de achterste steek. 1, 2. En nu laten we dit rijtje staan en gaan we toe 3 keren met 1 losse. Dus we keren nu het werk en we houden dit eigenlijk gewoon open, want dan komen we dadelijk pas op terug. En dan zie je hier, wacht, ik zal hem even zo neerleggen, even goed neerleggen, dat je op een gegeven moment bij de derde toer iedere keer je werk draait. Dus je telt elke keer tot de derde toer en dan keer je je werk. Dus je laat het echt, dit laat je gewoon hangen en dan keer je je werk en dan gaan we weer terug haken en dan gaan we weer terug die breisteek haken. Ja, ik noem het maar de breisteek. We hebben 1 losse gedaan al, omslaan en in de achterste lus je draad ophalen en door 2, omslaan, insteken, draad ophalen en door 2, omslaan, insteken, draad ophalen en door 2. En zo ga je heel toer 4 is dit nu. Toer 4 ga je zo afmaken tot het eind. Ja, soms dan heb ik hem niet helemaal lekker, maar ik moet ook filmen en haken tegelijk en je moet een beetje in je ritme komen met deze steek. Dus toer 4 is alleen maar ja, ik noem het even de breisteek. Dus omslaan, insteken in de achterste lus en zo de hele toer. Toer 4 maak je zo af en op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de 4e toer en let goed op de laatste steek, want je ziet het eigenlijk hier aan die voorste lusjes wat de laatste steek is, want je denkt dit is de laatste steek, maar hier zit er nog een achter. Daar kan je het eigenlijk heel goed aan zien. Dus ik moet nog 2 steken en dan zijn we weer op het einde van de 4e toer. Dan heb je echt heel mooi die breisteek te pakken en hier zijn dus die steek met die kruisjes. Nu gaan we een toer 5 beginnen en de 5e toer is de toer waar je deze toer weer helemaal afmaakt. Maar hoe je dat hier doet, dat ga ik dadelijk uitleggen, maar we gaan gewoon met 1 losse keren. Omslaan en we steken weer in deze steek in. Even goed laten zien dat je niet deze pakt, maar je pakt deze achterste lus. Kijk niet waar die lus uitkomt, maar die, deze achterste lus. Als je vaker haakt, dan ga je het op een gegeven moment zelf zien, maar ik denk ik zal het toch maar even goed laten zien. Omslaan, insteken, draad ophalen en door 2 lussen. Ik kan eigenlijk nu nog niet goed zeggen tot hoe ver ik hier haak, dus op het einde van toer 5 hier gaan we minderen. Ja, zo noem je dat.
ga ik het uitleggen. Dus ik zal je dadelijk laten zien tot hoever ik haak. Tot zo! Ik heb even de steken gesteld. Ik kom aan 32 steken. En dat betekent dus dat je iedere keer op deze hoek, waar je dus moet gaan minderen, dat je daar één steek overhoudt. En in die steek, daar gaan we nu insteken. Ik sla één keer om en ik pak die laatste steek op. En ik heb het nog niet helemaal gepakt. In de achterste lus, ja. In de achterste lus pak je hem op. En dan gaan we dit bij elkaar eigenlijk haken. En dan pak je in die hoek hier, maar dan pak ik wel twee lussen. Pak ik deze steek op en je haalt je draad op en je gaat door alle lussen. Dus je hebt hier de draad opgehaald en dan ga je door 1, 2, 3, 4 lussen. Zie je? En dan trek je het eigenlijk het werk zo bij elkaar. Dan ga je de overige steken 1, 2, 3, 4, 5 nog afmaken. Omslaan. Doorhalen. Omslaan. Insteken. En door 2. Omslaan. Insteken, draad ophalen, de 2, achterste lus, en de laatste steek, door 2. En dan krijg je, dit is de bovenkant van de muts. Ik zal hem even pakken. Kijk, die bolt iets meer. En deze valt dadelijk iets rechter. Dit is dan de onderkant en dit is de bovenkant van de muts. Nu gaan we aan toer 6 beginnen. En toer 6 is gewoon weer één losse. En we keren het werk. En we gaan weer de breisteek haken. Dus 1 losse, toer 6. Toer 6 gaan we weer alleen maar in de achterste lus werken. Draad omslaan, insteken, draad ophalen. En de andere 2 lussen. Het is echt wel wennen hoor, deze steek. Omdat je, ja, het is de breisteek, hè, en dan krijg je echt een muts die lijkt alsof die gebreid is. En dat is natuurlijk wel eens fijn. Als je alleen maar stokjes haakt bijvoorbeeld, dan is het wel een mooi resultaat. En zo maak je heel toer 6 af. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 6e toer. Nu ga je de toer 3, 4, 5 en 6 ga je herhalen. Dus nu ga je weer met toer 3 beginnen. Met de 7 steken en dan daarna de 11 kruisjes met stokjes. En dan een kruisje met een half stokje. En 2 breisteken, zeg maar, in de achterste lus en die keer dan weer. Het kooppatroon is, ja, kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com. Als je eenmaal weet hoe je deze muts moet maken, ja, dat is echt heel erg leuk, want ja, je haakt hem eigenlijk gewoon in de maat van je eigen hoofd. En dan sluit je hem en dan pak je die lange draad die ik in het begin heb eraan gehouden. Dus deze lange draad. Daar maak je de zijnaad mee dicht en de bovenkant. Dus eerst de bovenkant en dan ga je de zijnaden sluiten. Ik zou zeggen heel hartelijk dank voor het kijken naar de video's van Iedereen Kan Haken.
duimpjes omhoog, abonneren en tot de volgende video. Tot ziens! Hartelijk dank voor het kijken naar de video's van Iedereen Kan Haken. Graag duimpje omhoog, abonneren en tot de volgende video. Tot ziens!